Punta van der Weert, belastingadviseurs, is een begrip in de regio. Maar ik vind het interessant waarom nou juist een kleiner bureau ten opzichte van die gigaspelers hier in Den Haag is genomineerd voor de ondernemersprijs Haaglanden. Je hebt enorme grote spelers in deze markt, grote bureaus. Nou zijn jullie een compact, kleiner bureau. Heeft dat voordelen? De voordelen zijn denk ik dat we ontzettend goed persoonlijk contact hebben met de klanten. Dat is denk ik toch wel een van de krachtigste punten van ons kantoor. Ik ben bijvoorbeeld nu met een aangifte bezig van een meneer die ik al jaren ken. En ik heb hem ontmoet, ik weet waar hij woont, ik weet wat hij doet. Dus als ik zijn papieren krijg, dan kan ik inderdaad zo zien of er wat veranderd is of ik actie moet ondernemen. Wij weten altijd weer iemand te vinden, dus ben je bij ons binnen, dan ben je onder dak. Waarmee je dus uiteindelijk dezelfde adviezen en service kunt bieden als een multinational. Maar dan juist wel weer dat hele persoonlijke. Jullie verbinden je duidelijk aan topsporters. Waarom is het zo leuk om met topsporters te werken? Nou, allereerst, topsporters zijn gedreven mensen. Mm. Wij zijn gedreven in ons vak. De mensen vinden het leuk, de medewerkers vinden het leuk. Het straalt gewoon op je af. Jullie verbinden je ook op een andere manier aan sport, maar ook aan goede doelen. Nou, de goede doelen zijn veel vanuit het Haagse gericht. We verbinden ons onder andere aan Friends for Life. De Ruud van Nistelrooy Academy zijn we voor bezig geweest, de Dirk Kuyt Foundation. En dat doen we dan samen met het organiseren van het toernooi, zodat we niet alleen maar het geld storten, maar ook gewoon even actief erbij betrokken zijn, zodat we wat dieper erop in kunnen gaan en wat meer met de mensen in contact komen. Dus voor ons is dat een stukje maatschappelijk verantwoord ondernemen, denk ik. Het is ook ondernemen, vandaar ook iets meer dan alleen maar geld. Dus we proberen natuurlijk ook wel weer daarmee de naamsbekendheid wat groter te krijgen. Ik denk dat wij topsporters zijn in ons vakgebied met een enorme maatschappelijke betrokkenheid, waarin we ook graag willen excelleren. Onze geëngageerdheid tonen. Het boeiende in dit type ondernemers, dat die moeten ook uitgenodigd worden om mee te doen. Zelf, dit zijn natuurlijk ook vakinhoudelijke mensen die heel dat gedoe en dat je moet presenteren, laat staan een prijs moet winnen, daar hebben ze denk ik niet zoveel mee. Ja. Des te interessanter vind ik dan van, wat is dit voor mens? Want ondertussen zetten ze wel een heel mooi gedegen bedrijf neer. Ja. Het is ook een fantastisch idee om een soort stop-by-service. Dat wat voor vraag je ook hebt op fiscaal technisch gebied of wat dan ook. Je klopt aan en je loopt binnen en je krijgt gewoon ter plekke direct het advies wat je nodig hebt. Ja. En dat is iets waar je natuurlijk mee kan onderscheiden. En daar gaat het vandaag de dag wel om. Dank u wel dat we hier mogen staan. Alvast achter aanwezig. Wat wij nou proberen hier ook over te brengen is dat wij niet alleen maar belastingadviseur zijn. Maar het gaat uiteindelijk ook om de ondernemer die erachter zit. Het lijkt een beetje koot in de biet. Maar wij zijn dus niet saai. En ik voel daar wel enorme betrokkenheid bij een klant. Ze zeggen het is een bewuste keuze dat wij niet verder willen groeien. En ik geloof ze ook. Zij kiezen er bewust voor, omdat ze de grotere organisaties kennen. Dan ben je dat nummertje en dan bel je na een half jaar weer op voor advies. Oh, die werkt hier niet meer, die is overgeplaatst. Ik kom het zelf ook tegen je draag. Irritant. En zo'n club zou voor mij als ondernemer een leuke partij zijn om eens bij aan te kloppen.